was vandaag de overwinning? Hoe is dat gegaan? Eigenlijk zijn we begonnen in de stad, echt in het stadcentrum. En wij zijn keihard beginnen lopen. Ik zeg, kom aan Carlijn, we moeten echt lopen. Deze laatste etappe waarop dat we kunnen winnen, dus we moeten echt lopen. En dan zijn we keihard beginnen lopen en ondertussen ons plaatje ophouden, zo naar rechter terwijl we aan het lopen waren. En je wist dat je eerst eens ging toekomen? Of van waar de drang om toch nog zo eerst te zijn terwijl je... Wij wisten dat eigenlijk totaal niet, maar we zijn super competitief, dus we wouden echt super graag winnen. We zijn nog nooit gewonnen door heel deze reis eigenlijk niet. Dus we zijn altijd zo ongeveer eeuwige tweede geweest en we wouden echt eens winnen. En we dachten, opgespaard. We hadden ons geluk opgespaard voor vandaag. En toen dat we in die limousine zaten, dat was onze laatste. Jullie zijn meegelift met een limousine vandaag. Ja. Dat was onze laatste lift, onze derde lift. En toen dachten we wel van, ja, nu kunnen we wel eens eerst zijn, want die mens reed 160 km per uur of zo. Dus toen dachten we van, oké, we kunnen het halen. Dat was wel leuk. En toen kwamen we hier toe op de camping, of hoe liep dat juist? Ja, we kwamen hier toe op de camping en die meneer, die Duitser, die mocht niet meer verder dan het begin van de camping. En hij was super hard gelopen en ons Carlijn zei, ga jij Elmar, Ellen, ga jij Elmar, jij hebt atletiek gedaan, kom aan, ga. Dus jij zat de sportieve van de twee. Ja, toch wel, ons Carlijn zo meer kaartjes lezen en ik zo meer zo, ja, de tactiek en ik zo meer sportieve. Dus ik was al vertrokken en dan ging er lopen en dan aan het strand. Ah ja, mijn bagage hier zo wat neergesmeten. En dan aan het strand zo mijn schoenen uitgedaan. Ik hoor nog iemand roepen, allee, ze doen er nog haar sloefjes uit. En dan het water ingegaan en dan beginnen zwemmen, maar dat ging toch niet vanzelf. Zo. Ja, en dan zag ik dat ze nog aan het wegvaren waren, ook met dat bootje, nog wat moeilijker maken. Ja, met die kajak van links naar rechts en ik hoopte al, Carlijn, ben je al achter mij of nog niet? Want ik dacht, ik kan dat hier niet alleen af. Maar dan zeiden die mensen op de deur van, allee, we zullen niet stoppen met van links naar rechts te gaan, want toch garm. Ik ben Charlotte, denk ik, nog ondergetrokken, want ik dacht, nu is het gedaan met dat zwemmen, hoor.